Nou, je zou misschien denken, oh, die ene stem telt echt niet mee. Maar stel ze staan net nek aan nek, dan is die ene stem wel echt heel erg belangrijk. Maar het blijft maar één stem, dus wat maakt het dan uit? Superveel! Nou, als 120 mensen denken, dan zijn het toch weer 120 stemmen, weet je. Maar denken 120 mensen dat dan? Boe. Nou, je hebt zelfs vast wel veel meer. Je hebt 17 miljoen mensen in Nederland. Er zijn er waarschijnlijk wel 120 die denken van waarom zou ik stemmen? Stem op de partij van niet-stemmers. Maar waarschijnlijk, heb wel gehoord dat er iets van 4 miljoen mensen niet gaan stemmen. Dat is echt heel veel en dat kan echt heel veel invloed hebben. En als je stemt, heeft het altijd heel veel invloed op hoe het land wordt geregeerd. En jij leeft toch wel echt in dat land. Oké, dat wordt een beetje overdreven. Ja. Nee, dat is echt heel erg belangrijk. Die ene stem kan... Stel hè, de VVD en PVV staan net nek aan nek. Dat is nu ook zo op dit moment. En ik stem bijvoorbeeld. Ik ben nu boven 18 jaar en ik stem. Dan kan dat echt veel tellen hoor. Veel meter. Maar PVV en VVD die staan helemaal niet op het gelijk. PVV staat veel lager omdat Wilders helemaal niet meer meegaat. Helemaal niet meer meedoet met het debat en zo. Oh, is dat zo? Ja. Nu doet iemand anders van zijn partij mee hè? Misschien is hij wel beter. Ja. Ik snap niet waarom Wilders überhaupt nog in de politiek zit. Na al die dingen wat hij heeft gezegd. Ja, ik ben helemaal met jou. Ik ook. Hij kan beter iemand van Twitter zijn. Ja. Een lekker jonge deelnemer is heel belangrijk. Oké, okay, GroenLinks. Welke partijen zijn jullie? Heb het daar nog even over. GroenLinks. Nou, ik ben voor GroenLinks omdat hij... D66. Veel doen aan... Nou, ik ben voor GroenLinks omdat hij veel wil, omdat Jesse Klaver nog lekker jong is en hij wil veel doen met hij wil niet dat de ziekenhuizen en de verzorgingshuizen concurrenties van elkaar zijn. En hij wil ook de kolen afsluiten en daar molens bouwen op de Noordzee. Ja, maar als je zorgt dat die kolencentrales dicht gaan, waar moeten die mensen daarheen? Als die mensen iets anders gaan doen, hebben zij toch een goede opleiding nodig. En dan moeten ze toch onderwijs hebben en daar zit tegen Maar D66 heeft niet de plannen om de kolenmijnen te sluiten. Maar als ze samen gaan werken, hebben ze een heel goed verband. Misschien willen ze dat niet. Dat is wel waar, als ze samen gaan werken. Nou jongens, politiek is meningen door elkaar. Goed gedaan. Dat is leuk.